Oké. Nou, wij zijn Hoi, vandaag hebben we weer een nieuwe video voor jullie. En omdat dit onze eerste echte video samen is, hebben we vandaag de Most Likely To tag voor jullie. We hebben allebei een blaadje met onze eigen naam erop. En met onze namen samen. En eentje met het naam van de ander. En ja. Dan gaan we eens even kijken hoe goed we elkaar ook kennen. Het zijn 21 vragen, nee 22. We hebben ze hier op ons telefoon. Dus gaan we beginnen met de eerste. Oké, zal ik beginnen? Ja. Oké. Wie zou het eerste een multimiljonair worden? Ja, denk ik ook. Waarom? Waarom? Omdat... weet ik niet. Gewoon. Omdat ik gewoon denk dat ik het zelf niet word, dus dan moet jij het wel worden. Oké, ja, ik denk ook dat ik ze zelf word, maar meer omdat ik, dat ik nog ga studeren en omdat ik hoop dat ik er natuurlijk een goede baan uit ga slepen. Dus ik hoop dat ik het mag. Ja. Ja. Oké, zijn we het daarover eens? Ja. Even kijken, nummer 2. Wie zou het eerst met lipstick op haar tanden lopen? Oh, ja, ik dacht eigenlijk jij. Echt? Ja. Heb ik nu lipstick? Nee. Maar jij draagt veel vaker lipstick dan ik. Oh, dus oké, vandaar. Ja. Ik vind jou in dit opzicht iets klunziger, denk ik. Ja, dat wel. Misschien dat je het snel denkt, oh, ik moet snel en ik ga snel de deur uit en vergeet even in de spiegel te kijken. Ja, ja, dat zou wel kunnen kloppen. Misschien. Ik denk, ja, dat denk ik wel, ja. Wie zou het eerst huilen in het openbaar? Jij denkt jezelf. Ja, ik heb ook mezelf, ja. Ik twijfel nog tussen wij samen of ik. Oh, ik heb het ook best wel vaak gedaan. Ja? Ja. Oh, ja, ik ben namelijk iemand die, zeg maar, als de druk bijvoorbeeld op mijn werk me te hoog wordt of zo, dan kan ik best wel gaan huilen. Dan kan ik me niet zo goed inhouden, dus ik zou daar wel moeten doen. Ja, ik denk dat we het eigenlijk gewoon allebei zijn. Wij allebei. Ja. Nummer 4. Wie zou het eerst lachen op het verkeerde moment? Ja, sowieso ik. Want ja. Ik ben best een beetje awkward soms. En ik zou sowieso lachen als het eigenlijk echt niet moet. Maar het is misschien meer van de zenuwen dan of zo. Maar ja, ik denk dat ik ook. Ja. 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 Even kijken, nummer 5. Wie zou het eerst de meest dronken persoon zijn op een feestje? Jessica is nu natuurlijk zwanger. Dus drink niet. Ja, dus dat tellen we even niet mee. Dus dan doen we het even als ze niet zwanger is. Zeg maar. Ja, dus als we gewoon allebei kunnen drinken. ik heb ons allebei gedaan. Ja, ik twijfelde ook nog. Ja, weet je. Ik drink niet zo heel vaak. Maar als ik drink, dan is het vaak wel te veel, zeg maar. En ik denk dat dat bij jou ook is, of niet? Ja, af en toe heb ik zo mijn uitspattingen. Oké. Valt mee, hoor. Oké. Ja. Wie zou het eerste zich verslapen? Oh, je hebt jezelf? Ja. Oh, ik dacht dat jij altijd zo goed op tijd kon komen en zo. Ja, nee, eigenlijk niet. Valt op zich wel mee. Oh. Ik ben best wel een paar keer verslapen. Oh, ik verslaap me echt bijna iedere ochtend, dus. Ja. Ja. Wie zou het eerste zich druk maken om de kleinste dingen? Oh ja, ik heb ons samen. Ja. Jij denkt jezelf? Ja, ik kan me nog wel eens druk maken om kleine dingen. Ja. Soms. Soms. Ja, ik lijk misschien niet zo, maar het doet wel altijd. Dus ik denk dat, ja. Wie zou het eerste plastische chirurgie ondergaan? Ja. Oh ja, ik denk Jessica. Ja, ik weet niet. Ja, terwijl ik helemaal niet denk dat wil ik echt doen, maar ik heb wel eens gedacht van nou, als mijn oogleden echt gaan hangen of zo, of dan eigenlijk alleen, maar voor de rest, ik zou niet aan de botox willen of mijn lippen opspuiten, nee. Oh. Nee. Ja, als ik een hangend ooglid zou hebben, zou ik dat denk ik ook wel doen, maar ik zou niet grotere borsten nemen of zo. Nee. Ja. Wie zou er het eerste iets belangrijks vergeten? Ja.
Ik vergeet echt zoveel dingen. Dus ja. Echt, als ik geen agenda heb, dan, dan weet ik niet waar ik heen moet met mijn leven. Nee, dan precies, gaat het gewoon voorbij. Ja, dan gaat het gewoon helemaal nergens over. Nee, nee, dus ik zou ook goed jouw verjaardag kunnen vergeten of zo. Of iets dergelijks. Of je op zijn verjaardag. Ja. Ja. Dus ik schrijf er altijd alles op. Niet. Nee, Jessica niet. Je onthoudt echt alles. Dus, nou, veel in ieder geval. Dus ja, ik. Ja. Ja. Wie zou het eerste struikelen over haar eigen voeten? Ja, ja. Ook weer ik. Ja, jij bent toch de klins, hè? Ja, ik ben wel een beetje onhandig en zo, ja. Dus ja. Ik denk ik, ja. Ja. Wie zou het eerste make-up producten kopen alleen voor de verpakking? Jij denkt mij? Ja. Ja, dat denk ik, ja. Niet? Nee, op zich niet echt. Ja, nee, ik denk het niet. Ik zou dat vroeger misschien wel eens gedaan kunnen hebben. Maar nu ben ik wel echt van, oké, als ik denk dat het een goed product is, dan maakt het me niet zoveel uit hoe de verpakking eruit ziet. En als ik de verpakking heel schattig vind, dan kan ik het vaak wel laten liggen. Oké. Ja. 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 Wie zou er het eerste een week niet douchen? Oh. We hadden het de laatste over, hè? Ja, klopt, ja. Misschien kan ik beter dit doen, denk ik. Ik denk allebei niet. Het enige wat ik kan verzinnen, is misschien als je op vakantie bent of zo. Ja, of als ik op een festival zou zijn of zo, waar het zoiets, echt niet kan. Maar anders zou ik echt niet een week lang niet douchen. Ik ook niet. Wie zou het eerste zich als een diva gedragen? Ja. Hebben we? Ja? Oké, ja. Ja, Jessica, denk ik. Ik denk het wel. Ja. Ja, ik heb wel eens ook eten echt letterlijk gewoon weggestuurd. Omdat ik het gewoon drie keer niks vond. En dat ik ook dacht van, ik ga er echt niet voor betalen. Ik ga er echt niet voor betalen. Neem maar weer mee. Ja, en ik zou dat echt niet zo snel doen, zeg maar. Ik ben vind dat dan zielig voor andere mensen, zeg maar. Dus dan doe ik dat niet, want dan vind ik dat zielig. En dan denk ik, nou ja, weet je, ik eet het, in geval van eten, eet ik het wel gewoon op. Ja. Dus, wie zou het eerste emigreren? Ik. Ja, ik denk het ook. Sowieso. Misschien dat ik dat ooit ook nog wel ga doen, als ik wat ouder ben. Maar ik denk ik. Ik denk jij het niet, ook. Hè? Jij blijft al in Nederland wonen. Ik heb er wel eens over gedacht, maar nu denk ik, nee, ik ga me mooi settelen. Ik denk dat ik niet eens hier uit Tilburg wegga, ooit. Ik, dus. Ja, maar wij moeten het nog maar zien, maar mocht het zo zijn, dan ben ik het. Ja. Wie zou het eerste 7 dagen per week kunnen sporten? Ja? Ja, ik denk dat jij dat ook wel kan. Ja? Ja? Misschien als ik mezelf ertoe zet, maar ik heb nou al zo lang niet gesport, dat ik niet weet of ik de discipline heb om het te doen. Maar misschien als ik met iemand samen zou zijn. Ja? Misschien moeten we het maar samen doen. Ja, misschien dat dat beter werkt. Ja. Als je straks een kindje hebt gehad, dan moeten we onze buikspieren weer terugkrijgen. Inderdaad. Dus, wie zou er het eerste een kind willen? Nou, lijkt me echt overduidelijk, daar hoef ik natuurlijk niet over te twisten. Dus Jessica. Ja. Wie zou er het eerste een huisdier willen? Ik. Ja. Ik denk ook jij, maar ik denk ook ik. Ja? Ja. Oh, ja. Ik wil er nu al een. Oh, echt? Ja. Wat dan? Liefst wel. Ik zou een hond willen. Oh, wil Joep ook een hond? Nee. Oh, dat is wel jammer. Nee. Dus je moet dat kan nemen. Ja, maar het kan ook nog niet echt in ons huis. Dus nee. Oh. Nu nog niet, maar ik zou het wel graag willen. Als het kan, Okay. Zou ik echt een hond nemen. Okay. Ja, het is voor mij hetzelfde. Ik woon natuurlijk in een studentenhuis, dus ik kan geen huisdier nemen, alleen een vis. Maar ik wacht gewoon nog even tot ik misschien weer een keer verhuisd ben. Ja. Wie zou er het eerste meedoen aan The Voice of Holland? Sowieso Jessica, want die is ook echt de enige van ons twee die ook echt kan zingen. En ik niet. Nee. Ik zing super jij vals. Zou meedoen aan Idols misschien. Ja, en dan ben ik zo die Herman, I'm a Dancer of zoiets wel. Dus ja. Nee, Jessica, sowieso. Ja. Ja. Wie zou het eerst haar kort knippen? Oh. Oh ja, ik dacht dat jij dat ook misschien wel zou doen. Ja, op zich wel, maar ik durf het niet te zeggen, want Joep is heel bang dat ik een
kort pittig kapsel ga nemen als ik dadelijk moeder word. Oh, dat je een kort pittig huisvrouw wordt. Ja. Word ik niet hoor. Ik heb mijn haar denk ik, het kortste wat ik ooit heb gehad is denk ik tot op je schouder. Tot hier of zo. Ja. Iets wat jij ongeveer hebt. Ja. Korter heb ik het niet echt gehad. Ja, ik had vroeger altijd kort haar. Dus ik weet niet of ik het nu zo snel nog steeds zou doen. Ja. Maar ja, misschien dan toch eerder dan jij. Ja. Ja. Wie zou het eerste bungee jumpen? Oeh. Denk ik. Oh, jij denkt ons allebei. Ja. Durf je dat? Ja? Ja, ik weet niet. Ik, ja, nu niet, maar... Nee. Maar wel als je niet zwanger zou zijn. Ja. Oké. Okay. Ja. Ik heb het echt nog nooit gedaan. Ik wil het wel heel graag, maar... Ja, misschien komt het er ooit nog van. Ja. Wie zou er het eerste meedoen aan Expeditie Robinson? Ja. Ik ben echt helemaal fan van dit programma en ik volg het ook al jaren en ik zou echt wel een keer mee willen doen. Ja. Ja. Ja, ik kan eigenlijk beter deze doen, zie ik nu, deze. Want ik zou ook wel meedoen, alleen ik weet niet of ik het kan, zeg maar, dat ik in zo'n groep moet zitten zo'n lange tijd. Nee, en zo. Ik weet ook niet of ik het kan, maar ik zou het wel willen proberen. Ja, dat zou ik ook wel willen. Ik zou het ook wel willen proberen. Lijkt me wel echt super tof. Dus. Wie zou er het eerst groene vingers krijgen? Ja. Jessica, mij gaan alle planten dood. Als je ook in mijn huis komt, ik heb 1, 2, 3, 4, 5. Nou ja, ik heb in ieder geval best wel veel planten in huis. En ik vind het eigenlijk ook stiekem wel leuk.